Oh, let op. Wij stonden in de Schouwburg in Hoofddorp. En dan komt die bandleider van ons, die komt en zegt, er is een meneer voor je. Zeg, een meneer voor mij? En toen kwam Jo Brandt binnen. Nee. Jo Brandt heeft mij ontdekt, hè? Die had een neusje voor. Die heb ik nog bij Sparta gehad. En weet je waar Jo Brandt zich aan ergerde? Dat ik zo badinerend praat over mijn eigen carrière. Omdat hij vindt dat ik een veel betere voetballer ben als ik in dit programma zeg. Maar ik zeg hier altijd, van mij gingen de 13e hoe er zijn. Is niet zo. Nee, van Joop niet. Anders, kijk, jij kunt het helemaal niet beoordelen. Je lag nog in de kinderwagen toen ik al de Sterren van de Hemel speelde. Ja, was hij nog niet eens geboren, denk ik. Nee, nee dus... waar hadden we het over? Nou, Joop Brandt. Dat jij veel beter bent dan heel veel mensen Joop Brandt. Joop Brandt, ja. Dat hij zegt dat jij veel beter was eigenlijk. Ja, nee. Maar je hebt eigenhandig al het beeldmateriaal laten vernietigen. Waarom heb je dat laten doen dan? Nou, nee, maar vroeger zat er van die Ampex-banden. En die waren zo duur. Dan kwam er weer een of andere kutshow overheen. Dat werd niet bewaard. Zet de braak en zo, dat soort dingen dan. Want anders dan zou een van die dubbele scharen van mij hier ook wel 10 keer herhaald worden. Ja. Ik heb het gehad dat ik een schaar maakte. Ja. En dan zaten er 40.000 mensen in het stadion. En die trapten er allemaal in. En die zag je allemaal gaan verzinnen.